Goedemorgen deze morgen. Hi. Oh, zit jij in de neus lekker? Goedemorgen, Lira. Hallo? Goedemorgen. En ja, Sarah zit er ook, maar die is niet zo blij. Dus Richard die rijdt vlug door. We zijn snel gaan rijden. Het is, hoe laat is het? 9:45. En Sarah die schreeuwde de boel bij elkaar in bed. Dus die hebben we er weer uitgehaald. En we dachten, we gaan dan snel mijn spullen pakken. Want eigenlijk, het is Koningsdag vandaag. Kijk, we hebben allemaal oranje aan. Oh, Richard is niet te zien. Alira heeft oranje aan. Heb jij ook oranje aan? En kijk, ook deze eigenlijk. Maar die viel af, dus die doe ik zo weer bij erop. En Sari heeft ook oranje aan. Ik vind het een beetje truttig geworden wat Sari aan heeft. Maar goed, dat mag voor een keer. We zijn nu onderweg. En het was eigenlijk dus het plan om dat na Sari er ochtendslaapje te doen. Onderweg naar de Voorstraat. We wonen nu natuurlijk nog niet zo lang in Vianen. En we weten niet hoe Koningsdag hier eruit ziet. Mijn moeder is vandaag jarig. Hiep, hiep, hoera, gefeliciteerd, mam. Dus daar gaan we vanmiddag heen. Maar nu wilden we dus de ochtend hier even kijken hoe hier Koningsdag is. Dan heb ik begrepen dat de kleedjes en zo bij de Voorstraat zijn. Maar dat je ook bij Amaliastein iets een boel hebt om te doen. Maar daar gaan we dan nu niet heen. Tenminste, waarschijnlijk niet. Sari hopelijk, ik weet niet of ze nu in slaap gaat vallen, want ze was heel veel aan het rommelen. Maar hopelijk slaapt hij zo meteen dus even in de wagen. En dan gaan we gewoon even kijken. En toen viel de camera uit. Dus dit is een gekke, even gek sprongetje. Ik weet ook niet meer wat ik zei hiervoor, want ik moest dus even tussendoor. Alira, doe maar afblijven. Ik moest even hier voor de batterij dus wisselen. Sari is toch in slaap gevallen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dat dacht ik al. Dus we gaan er zo meteen overleggen in de bak van de kinderwagen. En hopelijk slaapt ze dan verder. En we hebben een fles mee. Gaan we daar ergens een fles geven. Is dat, ja, maar je moet er af blijven. Mama zei dat je er af moest blijven, schat. Ja, je moet er af blijven. Ook van je clipjes af blijven. Ik weet dat hij niet goed zit. Ik ga hem zo goed doen. Doe maar afblijven. Leuk hè, kinderen? Nee, superleuk. We zijn bijna hierbij. We gaan proberen bij de Albert Heijn hier te parkeren. Kijken of we een plekje kunnen vinden. Oh, ik zie al een plekje. Nou, en dan moeten we dus nog een stukje lopen. Maar we gaan het zien. Nou, succesvol overgelegd. Die slaapt dus nog even door. En hier heb je er zin in? Gaan we kijken wat er allemaal is? Oké, doei. Hoi. Hoi. Nou, we zullen het zien hoe het hier is in het pittoreske Vianen. Let's see. Later. Wij zijn in Nieuwegein beland, want dit is Vreeswijk. Dit is waar de ouders van Linda wonen. En we zijn in Vianen, waren we klaar. Ja, Vianen waren we klaar. Zijn we naar Nieuwegein, Vreeswijk. Ja, zijn we dus hierheen gekomen en zijn we hier over de markt gelopen. En nou ja. Hey Alira, wat ga jij allemaal doen? Oh ja, Alira, zometeen komt er een meneer langs, nu moet je dat kaartje geven, ja? Moet je even goed vasthouden, tot zometeen een meneer langskomt. En deze is te klein nog, hè? Kijk, Sarah, ja. Wil je ook. Sarah die wil ook, hè? Die loopt helemaal zitten kijken van, oh, ik wil ook, ik wil ook. Ja, dat gaat nog eventjes niet, hè? Het groter worden, hè? Ja. Zo. Alira, doe het kaartje maar even aan de meneer geven. Goed zo, Alira. Heel goed gedaan. Zo, en wat gaan we nou doen? Gaan we een rondje rijden. Ga je goed op de toeter drukken? Doe die toet-toet. Kijk, hier zijn we een knopje. Doen we zo toet-toet. Goed zo. En daar gaan we. Doei-doei, Alira. En het heuveltje op. Goed sturen, Alira. Toet, toet. Goed zo. Oh, wat leuk. We
Zo, we zijn even verder alweer. En Alira, we zijn al even thuis. Sari ligt al even op bed, heeft al een fles gehad. Alira, wacht even. Alira, wachten. En Alira die wilde nu heel eventjes naar de schommel. Nou, het is 4:15. Mijn ouders zijn toch nog niet terug. Dus, en Jos en Leel zijn er ook nog niet. Sari slaapt nog. Dus we hadden ook echt niks te doen. Dus ik dacht, het is prima. Gaan we eventjes naar de schommel. Kan ze er even uit, want ze zat gewoon lekker relaxed Bing te kijken. Ik denk vanavond wordt het al druk genoeg. Of vanavond, zometeen met het eten. Voordat ze op bed gaat, is het al druk genoeg in voordeur. Dus ik dacht, lekker even relaxed Bing kijken, prima. En gaan we nu heel even schommelen. Nou, de schommel was even bezet. Maar ze hebben ook een glijbaantje, hè. Vermaken we ons ook wel mee. Gewoon niet te hoog hoor, alsjeblieft. Ze heeft het overbelicht, maar ze heeft het naar de zin hier. Goed hè? We zijn met z'n allen hier. Hoi. Jij bent hier ook? Sarah is een beetje moe. Die heb ik net wakker gemaakt. Of nou ja, even terug. Die is nog moe. Met z'n allen hier. Want waarom? Gaan we zingen? Nee. Alira, ga jij nog zingen? Nou, gaan we zingen. Lang. Lang. Doe maar. Nee. Nou, oké. Okay. Ik ben jarig. We gaan lekker goed met ze. Hey, doen we ook nog aan iets anders? Of, ja, oh ja, proost. Ja. Oh ja, cadeautje. Cadeautje, dat dacht ik ook. Proost. Proost allemaal. Alira, wil je ook proosten? Sarah heeft geen drinken. Proost. Oh, Sarah heeft geen drinken. Wat wil Sarah? En eet smakelijk. Ja. Nou, kijk eens. Oma. Alsjeblieft, oma. Van ieder allemaal bij elkaar. Dat smaakt niet uit. IJsla moeders oma. Happy birthday! Nou? Die is leuk. Van harte gefeliciteerd met je 31ste verjaardag. Jos Saga. Linda Richard hebben hier de Saga. Nou, ik ben gelukkig voor 31. Nee, ik ben helemaal happy met mijn leeftijd hoor. Jullie mogen het lekker opgooien hoor. Ja, ik wil dat zeggen, anders lekker bij enige. Ries, wil jij voor mij wat opgooien alsjeblieft? En voor Alira? Oké. Dank je. Nou, wat zal het zijn? En jouw zoon dorst. Wat is dat? Ik denk een oplader. Oh, een oplader. Aha. Pas op dat je het niet op de plaat legt. Nee. Dan doet hij het niet meer. Het doet het allemaal bij. Oh. De appelsap. Oh, lekker. Wat is dat? Is die ook? Hier is een geurkaarsje. Ja, lief. Dus dat deze lekker. Appelsap! Opa hoort je niet, Sari. Sarah. Dat is Noga, toch? Ja. Wel lekker. De satésaus hoort. Oh nee! Oh jee! Oh. Dat was ik hem lager. Ja, dat heb ik gedaan. Go Leel, anders van het vuur af misschien. Wil ik eten, schatje? Ja, lekker ding. Oh, dat schat. Mooie meid. Noga? Denk ik? Oh, bah. Nou, lekker voor jou. Ik hoef niet. Lekker in de warme water sudderen. Jeetje, moeder. Zijn genoeg cadeautjes? Ja. Je bent verwend. Ja. En wat hebben we dan? Een kartonnetje. Een kartonnetje. Ja. Ja, kijk. Een Galaxy Watch 4. Ja, moeders wilden ook een smartwatch. Anders valt er iets anders. Nou, en we gaan lekker eten. Eet smakelijk, schatje. Alira, ik hou van jou. Graag gedaan. Zo, de kinderen liggen op bed. En kijk, ja, dat is niet te zien. Ik zal even een foto invoegen. Ze liggen voor het eerst samen op één kamer. En wij gaan jouw spel doen, hè, Kees? Ja, want het heet het Keesenspel. Ze zeggen dat ik het eerder heb gedaan, maar ik kan het me niet meer herinneren. Dus, een klein ding nog eventjes. Nou. Zoals bij nu heb ik mijn kaart voor Leeuw al klaargelegd. Leeuw mag uiteraard deze kaart niet bekijken totdat ze mijn kaart zo. Oké, nou dan ga ik ook even mijn kaart kijken. Ik heb even... Zo, terwijl ik Sari wat mango geef voor de eerste keer. Ja, Alira, wil je ook in beeld even? Kijk, daar ben je. Hoi.
Die zit naast mij een chocolaatje te eten. Nee, zit op je billen, Alira. Ik wil niet dat jij gaat staan. Zitten. De vorige beelden zagen jullie vrolijk vanuit Koningsdag. Het is mango. Het is voor de eerste keer. Is dat lekker? Ja, lekker. De vorige beelden waren leuk en gezellig. En deze, het is nu dinsdag. Kinderen zijn thuis, zoals je merkt. En dat heeft een reden. Want wij kregen vanmorgen te horen dat Richard zijn oma is overleden. Ze was donderdagavond was zij gevallen in het verzorgingstehuis. En toen had ze waarschijnlijk haar heup gebroken. Maar daar doen ze op dit punt doen ze niks meer aan. Ze, of daar kunnen ze ook niks aan. Ze is over de 90. En, op dat punt niet meer. Op dit punt is het... Oh, op dat punt. Sorry. Ja, Richard die corrigeert me even. Vind je het lekker, schat? Volgens mij wel, hè? Hey. Goed zo, Sari. Goed. Wat wou ik zeggen? Oh ja, daar deden ze verder niks meer aan, behalve pijnbestrijding. Maar mijn pijn is goed, toch? Ja, Sari doet het heel goed, ja. Wat zou ik... Zo, drie dingen tegelijk is ook niet aan mij toebedeeld. Behalve dus pijnbestrijding, dus ze kreeg sinds vrijdag kreeg ze al morfine. En op een gegeven moment ging ze ook niet meer eten en drinken. En ze ging de laatste tijd sowieso al achteruit. En nu kregen dus vanmorgen te horen... Nee, je moet het happen, schatje. Slikken. Ik heb het heel erg fijn gesneden, schat. Dus dat zou je moeten kunnen. Vanmorgen kregen we dus te horen dat ze is overleden. En je, hoewel ze al in de 90 was en ze dus al achteruit ging en goed zo liep. Nou, gaan we opruimen. Ik zal even voor je opzij gaan. Gaan we even opruimen en mag je even gaan spelen, oké? Okay? Ja. Zeg even hoi. 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 Loop maar door. Even je papiertje in de prullenbak gooien, alsjeblieft. Doei. Doei. Het is ook, wil jij nog wat kwijt of niet? Nee, niet per se. Je weet best wel goed het verhaal te vertellen. Oké, nou ja. En deze prullenbak? Ja, dat is goed. Het is oké. Okay. Weet je, ze was al achteruit aan het gaan en ze is in de 90. En Richard die... Ja, Lira, dat is goed. Richard die benoemt het zelf ook al van, hè, oma was een hele dappere vrouw die absoluut niet bang was om dood te gaan. En ze had niet gewild, zeg maar, dat ze alleen maar op bed kon en moest liggen omdat ze aan het revalideren zou zijn geweest van een heup of dat ze niks meer kon en ze was op. Dus ja, dat is even een event van deze ochtend. Maar ik moest eigenlijk werken. Het is vakantie deze week. Dus ik zou twee dagen op de BSO werken. Alira, zachte stems. Nee. Je mag even gaan spelen, liever. Ik ga zo meteen samen met jou spelen als ik klaar ben met Sari eten. Heel goed. Deze? Maar ik heb dus vanmorgen... Lus jij mango? Nee. Je probeer eens dan. Je weet het niet eens. Weet je niet eens. Volgens mij heb je nog nooit mango op. Nou, oké, okay, dan niet. Ik heb vanmorgen dus mijn werk gebeld. Want, kijk, Richard die kon ook niet gaan werken. Maar Richard is echt onze consulaar. En we zouden dus meer qua salaris verliezen als Richard niet zou werken vandaag ten opzichte van mij. En ik heb gebeld, ik heb het gewoon uitgelegd. Ik denk, weet je, ik geef het gewoon aan, ik zeg gewoon wat er is. Zo van, hé, ze zouden van, dat is het, de kinderen. Ja, dat mag. Dan moet je ook even een papiertje pakken. Ze wil de spirograaf doen. De kinderen zouden eigenlijk naar mijn schoonmoeder gaan. Maar ja, dat gaat nu dus vandaag niet. Dus de kinderen die zijn thuis. En dat heb ik dus uitgelegd. Heb ook papiertje. Heeft u ook papiertje? Zijn er niet op? Nee? Oh, nou, kom dan maar zitten. Dus het was oké. Okay. Ik heb een dag bijzonder verlof gekregen hiervoor. Dus de kinderen zijn thuis vandaag. Hoewel, ik heb ook even mijn moeder gebeld. Alire die gaat vanmiddag even met haar mee, met mijn moeder mee. Naar de zus van mijn moeder. Die wilde daar sowieso al heen. Dus, oh, de deurbel.
Ik ga even open doen, moment. Zo, dat was de glazenwasser. Die had gisteren al een berichtje gestuurd dat hij vandaag weer kwam. En hij vraagt altijd dan of we dan de horen bij het raam uit willen halen. En de... Nee, Alira, je mag even met die kleuren. En de poort open willen doen. Maar dat waren we vergeten nu. Alira, je mag gewoon even gaan kleuren. Ik heb ook meteen even... Ja, schat. Nee, deze doen we niet. Je mag hier de kleurtje gebruiken. Meteen even voor haar, Alira het kleed neergelegd. Ja, ja, kijk eens. Mevrouw Ongedeeld, hè? Ik weet ondertussen ook niet meer waar ik was nu. Conclusie is, de kinderen zijn thuis vandaag. Omdat ze nu dus niet naar mijn schoonouders kunnen. Alira gaat zo meteen naar mijn moeder toe. Die gaat even mee naar de zus van mijn moeder. Ik heb, Sari heb ik dan dus thuis. Richard is aan het werk. Die wilde waarschijnlijk wel heel even langs zijn ouders gaan vandaag. We moeten even kijken of dat gaat lukken. Dus ja, dat is opeens niet een dag die we hadden gepland. Zo, eigenlijk. En dan moeten we ook nog horen wanneer dan de uitvaart is. En natuurlijk dat kamertje daar opruimen. Dus het worden opeens wat andere dagen de komende dagen, vrees ik. En dat terwijl het super lekker weer wordt. Nu niet, het is nu bewolkt, maar het zal echt super lekker weer worden. En dan hoor je helemaal vrolijk te zijn omdat het lekker warm is. Volgens mij weten we lekker, het gaat er smakelijk in. Dus dat. Goed, ondertussen heb ik Alira hier, kijk, aan de kleurerij. Kleurerij is dat een woord? Is het leuk? Ja? Ook. Ga jij lekker met de spirograaf, heet het toch, geloof ik? Dit is ja. Ook. Leuk hè, dat doe je zo goed, schatje. En dan kleuren, waar is je pen? Laat eens zien, hoe goed doe je dat? Ik moet het even laten zien. Nou, laat jij het eens even zien. Ik moet even dit. Welke kleur pak je? Geel. Die is ook stuk. Is die stuk? Ja. Oh nee. Ja, Sari. Oh gosje, ik ben natuurlijk weer aan het stoppen nu. Met Sari eten geven. Aha. Vind je het zo lekker de mango? Hey. Nou, laat eens zien Alira. Hoe doe je dat? Is hij niet stuk? Hoe doe je dat kleuren? Wauw. Goed hoor. Nou, daar hou ik haar wel even mee zoet. En jij? Ga jij goed? Hey. Voel jij je goed, hè, schat? Ja. Dus, dit is een stuk. Ja, je bent te hard aan het duwen, denk ik. Nou, hij doet het nog wel. Nou, wij zien wel wat de dag brengt vandaag. Doe maar lief. Kijk, ze wil jouw gezicht... Ah, nee. Alira, dat was te hard. Ze wil jouw gezicht even voelen. Mag dat? Kijk, dat vindt ze heel mooi, hè? En als je tegen haar gaat praten, denk ik, en tegen haar gaat zingen... Kijk, want dan moet ze... Wil Sari ook boek lezen? Wil Sari een boekje lezen? Kijk, want dat vindt ze wel leuk, hè? Ze moet nog heel eventjes wachten op haar fles. Want ze heeft een beetje honger. Betrek in de buik. En ze vindt alles wat de leraar doet heel erg interessant. Hi, schat. Hallo. Oh, dikke dikke voorlezen. Wil je dikke dik voorlezen? Ja. Ga je voorlezen dan? Ik wil naar Sari kijken. Oh, Sari moet alleen kijken daarnaar. Ik dacht, jij gaat het verhaaltje voorlezen aan haar. Ja, ik ben al aan het lezen. Je bent al verhaaltje aan het voorlezen? Oh. Je doet een stil verhaaltje zonder woorden. Kijk, stil. Kijk, Sari. Sari, stil. Sari, stil. Ja, ze kijkt nu naar mij. Sari, kijk eens naar je zus. Hey. Hé, hey, mevrouw Kletskop. Ja. Alira doet het zo mooi, hè? Verhaaltje voorlezen. Kijk. Kijk, oh, ze wil ook het boekje even voelen, zie je dat? Gaat ze ook kijken wat er in het boekje staat? Nee. Sari wil altijd alles voelen, Alira. Daarmee ontdekt ze heel veel. Ze wil graag dus jouw gezichtje voelen, jouw rokje voelen, maar ook eens inderdaad het boekje voelen. Zo leert zij, hè? Dat zo deed hè? Dat vroeger ook.
Oh, niet zomaar wegtrekken, schat. Kijk, dat vindt ze ook niet leuk, hè? Hey. Is het zo? Nou, zullen we eens kijken of je fles klaar is? Ja, daar heb je zin in. Ik ga kijken of je fles klaar is, schat. Goed bezig, Alira. Het is een dag van eerste keren vandaag. Hoewel deze niet helemaal klopt. Want we gaan een stukje brood geven. Maar van de week had ik jou een keer broodkorstje gegeven, hè? Die ging in één keer naar binnen. Maar ik heb bruin brood gehaald. En kijk hoe dat is. Hoe is dat? Is het lekker? Dat korstje dat ging echt in één keer op zo. Lekker? Wat ben je toch een lekker ding? Is hij al weg? Jeetje, wat eet je toch goed, hè? Echt niet te doen. Nog een stukje. Hop. Ja, ze eet echt wonderbaarlijk. Alle fruit en groenten. Lekker? Lekker stukje brood, hè? Ja. Vind je dat zo lekker? Moet je goed doorslikken, hè? Hé. Hey. Jij bent een vreedzak, jij. Is het lekker? Ja, nu zijn we opeens alleen, hè? Want je grote zus is nu net opgehaald door oma. Ja, dus mama gaat even de boel hier opruimen. Ga jij zo lekker slapen. Maar eerst nog even een broodje. Nou, als je eerste keer, schat. Maar zoals verwacht gaat alles... Moet ik hem wel goed erin doen, hè? Gaat alles op bij jou. Ja, mijn duim is niet om op te eten. Ja. Oh, en even iets anders. Wij hebben net te horen gekregen dat de uitvaart van oma vrijdag is. Komende vrijdag. Zit je te lachen naar me. En ze willen graag... Papa, Ries is op de wc. Ries, kan je open doen? Wacht, volgens mij... Ja, Ries die heeft opgedaan. Top. Ze willen graag Alira erbij hebben. Dachten wij al, want oma was echt gek op Alira. Ook op Sarah natuurlijk. Hè. Die vond ze ook echt, echt helemaal geweldig. Maar Alira kent ze ook nog langer. En Sarah wil ik niet meenemen. Ik bedoel, het is om 10:00 ochtends. Dus zij moet ook gewoon slapen. Plus ik zou niet willen dat Sarah opeens gaat huilen midden in een uitvaart. Is het zo lekker? Sarah die blijft wel hier. Of tenminste, Sarah gaat niet mee. En mijn moeder die zou sowieso meegaan met zwemles. Dus die komt er nu hierheen en blijft met Sarah hier. En Alira gaat dus mee en we nemen dan wel de tablet mee. Zodat, mocht het zo zijn dat ze wel te onrustig wordt. Want Alira kan natuurlijk heel slecht stilzitten, stil zijn. Dat kan ze gewoon niet goed. Dus we nemen de tablet mee en dan kunnen we er wat afleiden. In het ergste geval ga ik met de leraar naar een andere ruimte. Als het echt niet gaat. Maar die gaat mee. Sarah blijft hier. En dan gaan we wel vrijdag afscheid nemen. Nou, vriendin. Oh, lekker onhandig gedraaid. Wie was dat, Ries? Dat was jouw moeder. Die vroeg mij heel eventjes om de gordels van de leraar te komen geven. Oh. Aha. Nou, dit broodje gaat er goed in, mevrouw. Ja, gaat het hele broodje op? Nou, dat dan weer niet, maar... Als je het niet toelaat. Nee, precies. Ik denk dat als ik het toe zou laten... Oh, Gosje, gaat het? Je moet wel goed kauwen. Ja, lekker kind. Mooie meid ben je. Zo, Sarah die besloot even vroeger wakker te worden. Dus we dachten, ja, wat nu te doen? Maar het is super lekker weer, jongens. Het is nu 20 graden, zoiets. Kijk, die loopt al in zijn korte broek. Dat heb ik dan nog weer niet. Maar het is maar, echt lekker. Jij had het ook echt kunnen doen. Nou. Maar goed, we gaan even een rondje wandelen. Richard die was al even toe aan een pauze. Het is natuurlijk super lekker weer. En kijk, Sari hebben we nu zo. Oh, wacht. Ik kan niet zo goed lopend filmen. Zo. Dag, vriendin. Je zit heel hard te keren de hele tijd. Wel hebben we de jasje aangedaan, maar het is een zomerjasje zonder... Oh, weer zo overbelicht. Kijk, gewoon verder zonder iets. Ga lekker naar buiten. Hi. Ja, ben je zo blij, hè? Vind je het leuk? Knap kind. Nou,
Op aan de wandel. Let's go. Kijk nou jongens, dit is toch mooi. Zo'n hele laan. Kom maar, liefje. Oh, hier zit even de zonneklep dinges vast te doen. En de vogeltjes die fluiten. Ah, ik hou van de lente en de zomer. Dit is toch prachtig zo. En ik heb het ook over jou, liefje. Hi. Alira heeft gisteren zelf een spelletje bedacht. Hé, hey, wat ben jij aan het doen? Gisteren was ik aan het koken en toen was ze... Dit had ze zelf bedacht. Hier zit water in van de fleswarmer van Sarah de fles. En dan gewoon... En deze is van haar keukentje, hè? Het lepeltje van haar keukentje. En wat ben je aan het doen dan de hele tijd, lieverd? Ik doe. Ja, oh, moet je alleen niet te veel leunen. Pas op, hè? Voorzichtig. En dan zit ze het water over te gieten, hè? Oh. Oh. En mama heeft gezegd wat er droog moet blijven, hè? Wat moet er droog blijven? Alira? Wat heeft mama gezegd? Nee, daar, hè? Wat op dat papiertje ligt. Dat moet droog blijven. Vind je dit zo leuk? Maar oh, wat wil je doen? Mag ik deze? En dan? Wat wil je daarmee doen dan? Oh, optie. Zal ik er eentje voor je scheuren? Maar wat wil je daarmee doen? Even hieronder leggen. Daar eronder leggen? Aha. Oh, oeps, daar was het al nat. Dat is niet erg. Nou, terwijl zij lekker even speelt, heb ik Sari op bed gelegd. Die was dus wat vroeger wakker, wat ik hiervoor ook al zei. En die was moe. Dus het is nu, even kijken hoe laat is het. 4 uur bijna. Dus die slaapt nu net sinds een paar minuten. Even een extra slaapje. Want dit slaapje die pakt ze niet vaak meer. Zeker niet op dit tijdstip. Meestal als ze slaapt is het na vieren. Voor heel even tot max 5. Maar nu laat ik hem maar. Als ze wil laat ik haar gewoon tot 5 uur even slapen. Ik was bezig met mijn portfolio voor de zij-instroom. Wat nog steeds niet soepel verloopt. Want het lukt me maar niet om een school te vinden om te gaan werken. En nu werkt het tegen dat het ook nog vakantie is nu. Dus de scholen zijn er niet. En dan had ik een vacature gezien op Meesterbaan. Waarvan ik dacht van hey, ik wil daar gewoon even naar gaan bellen om te kijken of zij iets kunnen betekenen. Ik denk voordat ik ga mailen of iets wil ik je gewoon vragen. Want ik had op die school, dat is een van de scholen waar ik heb meegelopen toen ik in januari, februari daar. Toen ik daar mee ging kijken bij scholen. Dit is een van die scholen die nu... Alira, wat ga je doen? Maar nog een lepel, je hebt al een lepel schatje. Alira, wacht. Stop even. Stop. Je hebt al een lepel. Toch? Dat is genoeg. Kijk, ze stopt. Goed, ze lieverd. Dit is een van de scholen waar ik toen heb meegelopen. Die nu dus een nieuwe vacature heeft. Van een stichting waar ik al bericht van terug heb gehad dat ze geen ruimte voor me hebben. Maar ik denk, weet je, ik ga gewoon hun benaderen dat ik toen een hele leuke dag heb gehad. Je weet het maar nooit, dus dat, daar wilde ik voor bellen. Maar ja, toen realiseerde ik me opeens, het is vakantie, dus ze nemen nu niet op. Dus dat is gewoon balen. En dat is een beetje eng, dat ik niet de school kan vinden. Want ik heb een beetje het gevoel dat het nu ook niet meer gaat lukken, want het wordt gewoon te laat. Alle vacatures die er zijn, die zijn eigenlijk al bijna opgevuld nu. Ze zijn er heel veel bezig met allemaal zij-instroommensen. Dus ik vrees dat ik te laat ben en dat het niet meer gaat lukken. Ja, wie weet heb ik volgende keer ergens nog geluk. Maar goed, dat betekent niet dat ik verder kan, dat ik niet verder kan gaan met geschiktheidsonderzoek. Dus vandaar dat ik met het portfolio bezig was net. Ik moet nu opeens ook donderdag werken, want vanaf deze donderdag gaan de kinderen allebei naar de opvang. Ik had dus aangegeven, hey, vanaf nu ben ik ook op donderdag beschikbaar. Mijn contract is verdubbeld eigenlijk in uren in de flexpool van de kinderopvang. Dus dat is wel fijn, geeft ook wat meer zekerheid qua inkomen. Hoewel ik nog, ik moet doorgeven wat ik verdien en de rest wordt aangevuld met de uitkering die ik nu nog heb. Maar gaat het? Wat doe jij, Lira?
Zeg het eens. Wat? Oké, ik heb geen idee wat haar spel is nu. Maar goed, ik vind het wel leuk. Ze verzint zelf iets, dus vind ik alleen maar heel leuk. Dus ik was donderdag eigenlijk nog niet ingerozen, maar ik kreeg net een berichtje dat ze mijn dienst hebben gegeven op een kinderdagverblijf. Dus ik moet opeens donderdag werken. De kinderen gaan dan beide naar de opvang. En ik wilde eigenlijk dat portfolio donderdag gaan doen als de kinderen dus bij de opvang waren en ik nog geen werk had. Maar goed, nu heb ik opeens wel werk. Dus ik ga kijken of ik dat portfolio even af kan maken, want voor volgende week moet het opgestuurd zijn. Maar ja, Sari slaapt nu en Alira is lekker aan het spelen, dus ik ga even verder.